Als Jeroentje van school naar huis loopt, moet hij langs dit paadje door een groot donker bos. En hoewel hij van mama niet van de paadjes af mag, doet hij dat stiekem toch? En om niet in het donkere bos te verdwalen, strooit hij een spoor van zonnebloempitten achter zich, zodat hij altijd de weg terug kan vinden. Van Hans en Grietje geleerd. Op een plek waar nooit iemand komt, weet Jeroentje namelijk een groot gat onder een boom, een donker, geheimzinnig hol. Hallo daar! Ik ben het! Jeroentje! Jeroentje? Dag monster, ik kom op bezoek. Oh, wat leuk. Kom binnen. Loop maar achter mij aan. Gezellig hol. Dank je. Kijk, ik heb limonade voor je. Dank je. Ik heb bloemen voor jou. Alsjeblieft, vind je ze mooi? Oh, wat leuk. Ik hou van bloemen. Waar zijn die bloemen? Nou, ik zie ze niet. Nou, hier dus. Ik zie niks. Ja, ze zijn zo klein en ik zie niet zo goed. Het spijt me, Jeroentje, maar grote monsters houden van grote bloemen. Goh, wat jammer nou. Nou, dan ga ik ze aan mama geven. Dag, monster. Dag, Jeroentje. En Jeroentje volgde het spoor van zonnebloempitjes terug naar huis, zonder te verdwalen. Maar de volgende dagen beginnen al die zonnebloempitjes die Jeroentje gestrooid heeft te groeien. En als Jeroentje een paar dagen later weer bij het monster op bezoek komt, staat er een hele lange rij enorme zonnebloemen. Wat een ontzettend mooie grote monsterbloemen, zeg. Zonnebloemen. Nu kan ik ze goed zien. Voor jou. In het vervolg kan Jeroentje heel gemakkelijk de weg vinden door het donkere bos. Hij volgt gewoon de zonnebloemen.